Kijk, de politie en andere, sommige andere mensen denken dat het komt dat er heel veel aandacht juist aan besteed wordt. Door bijvoorbeeld het voortreffelijke Roze in Blauw. Dat is een netwerk binnen de politie dat mensen die slachtoffer daarvan zijn begeleid. Verder geven we voorlichting op scholen. Het COC is ongelooflijk actief. Dus wat we hopen, maar niet zeker weten, is dat er meer meldingen komen van minder incidenten. Maar dat is een hoop, dat weten we niet zeker. En zolang elke incident er absoluut één te veel is, zullen we er van blijven schrikken. Ja, want je kunt inderdaad zeggen, die meldingen, dat komt misschien doordat er meer, de meldingsbereidheid wordt groter. Maar als je kijkt naar de geweldsincidenten, dat zijn er toch feitelijk gewoon 13 meer dan eerst. Dan is dat toch moeilijk om te zeggen, dat heeft met die meldingsbereidheid te maken. Nou, dat is niet helemaal zeker, want ook niet van alle geweldsincidenten werden aangifte gedaan. Maar ik zeg het juist niet. Ik tel gewoon het aantal incidenten. En dat is het enige harde wat ik heb. En dat vind ik een heel naar getal. En dat komt natuurlijk bovenop het gegeven dat elk incident er één te veel is. Dus ik zeg juist niet, het is te danken aan dat we er veel meer aan doen. Ik zie dat ik heb het net gezegd, het blijft ontzettend naar. En als Amsterdammer ben je heel trots op je vrije stad. Dus je bent ook extra teleurgesteld als het gebeurt en stijgt. Ja, dus wat dat betreft interpreteert u die cijfers misschien toch iets anders dan de politie, die toch wel meer naar die meldingsbereidheid kijkt. Niemand weet het zeker en dan kies ik de pessimistische kant, omdat ik het zo naar vind. En wat moet er dan nog meer gebeuren? Of heeft u ook een idee hoe Amsterdam daar dan nog meer bovenop kan zitten? Nou, ik heb het idee dat iedereen zo ongeveer alles wil doen. Maar of je feitelijk altijd genoeg doet, dat moet je elke dag weer bekijken. En deze cijfers kunnen een aansporing zijn voor deze en geen om er nog weer een schep bovenop te doen. En ik denk en hoop dat het zo uitwerkt.